Oh, dit is het? Nou, wat goed. Wat is het record Kip Nuggets eten? Dat ik eigenlijk met mijn tour gehaald heb op de dag is meer dan 140. Wat? Eten en drinken zelf rond de 800 euro. En eigenlijk met benzine kostte de bij circa 1200 euro totaal. De 23-jarige Sani heeft iets verzonnen tegen de verveling. Hij is namelijk door alle McDrives van Nederland gegaan. Nou, heel bijzonder verhaal. Ik ben benieuwd welke nou de beste was. Sani, jij hebt iets heel bijzonders gedaan. Ja, dat klopt. Vertel. Ik heb alle McDonald's met een drive in Nederland ben ik afgegaan. Jeetje, en hoeveel zijn dat er? Volgens mijn telling zijn dat er 173. Nou, die begon eigenlijk als een grapje op het werk met een collega van me. Die ging na afloop van het werk ging altijd nog even naar de Burger King of de McDonald's of net weer wat anders. Toen zaten we eigenlijk tegen van ja, maar dan moet je ze eigenlijk gewoon allemaal afgaan wat je tegenkomt naar huis toe. En hij kwam dan vier McDonald's er tegen. Toen was ik zelf ook aan het rekenen van ja, maar ik kom mezelf ook vier tegen. Dan moet ik ze eigenlijk ook al afgaan. En zo is eigenlijk een balletje gaan rollen van ja, hoeveel hebben we dan heel Nederland en dan eigenlijk allemaal afgaan. En in hoeveel tijd heb je dat gedaan? Totaal 9 keer op pad geweest vorig jaar om ze allemaal af te gaan. Oké, dus dan pak je meerdere in één keer? Ja, mijn record is de eerste keer dat ik op pad ben gegaan, heb ik er 26 gepakt. 26? 26 op één dag, dat is nog steeds een record. En wat bestel je dan elke keer? Beginnen met ontbijt natuurlijk, dat mag niet ontbreken. En dan eigenlijk de rest van de dag kijken waar ik zin in heb. Of het nou kipnuggets zijn, een milkshake, een ijsje of net een hamburger of wat anders. Het gaat ook wel op die dag. Het gaat op? Ja. Niks weggegooid. Hoeveel geld heeft het je gekost, dit projectje? Het eten zelf, eten en drinken zelf, rond de 800 euro. En eigenlijk met benzine kostte de bij circa 1200 euro totaal ongeveer. Is er smaakverschil? Jazeker. Ja? Klinkt misschien heel stom, maar er is smaakverschil. Zo heb ik zelf ervaren dat de beste kipnuggets dat ik die gehad heb in Enschede. Ja. En eigenlijk in Amsterdam heb ik er eigenlijk de slechtste hamburger gehad. Die smaakte er heel zoet. Oh. Ja, ik heb van mijn bedrijf toen natuurlijk alles bewaard. Bonnetjes en de foto's. En die heb ik eigenlijk verwerkt in een boek. Twee boeken eigenlijk. Nou, en dat is deel 1? Dit is deel 1. Ja. Dat is deel 2. Mijn kaart van mijn bedrijfstour. Hier heb je alles omsingeld waar er McDrive zijn. Zelf een kaart gebracht waar wat nou precies zit. En zo eigenlijk aan de slag gegaan. Als ik later kinderen heb, als ze vragen van hoe was 2020 nou voor jullie? Dan kan ik laten zien van... Dit was 2020 voor mij. Dit was het McDonald's jaar. Ja, dat kan je wel zien. We konden niet veel doen, maar dit was toch een van de dingen die we konden doen. Ik zou eigenlijk wel met jou zo'n experience willen meemaken. Ritje door de drijf? Ja. Dat is goed. Hey, ik zag dat de McDonald's zelf ook had gereageerd. Ja, dat klopt. Gisteren hebben ze dan op Instagram een post geplaatst in hun verhaal. Dat ik alle McDonald's en met een drijf ben afgegaan. Wie kan dat nou zeggen? Wat ga jij bestellen? Ja, kipnuggets natuurlijk. Ja, kan niet anders. En hoeveel dan? En 9. Les die ik geleerd heb. Of een kip 6 kopen of een kip 20. Geen kip 9. Hè, want? Kip 9 ben je veel te duur uit. Ik weet niet wat de cameraman wilt. Ja, ik zag net zo'n poster van zo'n McMuffin, maar ik weet helemaal niet of dat nu nog kan. Vind ik heel apart. Hetgene wat ik eigenlijk als favoriet altijd heb, is een kip 20 met een bananenmilkshake. Oké, wat is het record Kip Nuggets eten? Dat ik eigenlijk met mijn tour gehaald heb op een dag is meer dan 140. Wat? Meer dan 140 Kip Nuggets gehaald op één dag. En dat heeft eigenlijk... Jij zelf? Ja. Heb je iets gemerkt aan je gezondheid ook na deze periode van McDonald's? Nee, eigenlijk niet echt. Ja, ik ben misschien 2 of 3 kilo aangekomen verder. Maar in de rest van het jaar ben ik gewoon bezig geweest met sport en alles. Oké. Bedankt voor het wachten, zag je maar. Hallo, mag ik een spaarrood, 20 McNuggets, medium friet met frietsaus, bananenmilkshake. Heeft u nog die McMuffin? Nee, helaas niet meer. Dan nog een kleine friet. Anders niet. Nee, dat was het. Oh, dit is het. Nou, wat goed. Dank je. Ik heb nog nooit zo'n grote bak besteld. Ta-ta-da. Hoe smaken de kipnuggets? Goed, lekker, warm. Maar waarom ga jij niet werken bij de McDonald's? Ik zou wel een heel blij persoon zijn achter de kassa. Je komt te helpen en alles, dus. Hoe zou je dat dan doen als er een auto aankomt? Ik zeg hallo. Goeiedag, welkom bij McDonald's. Mag ik een bestelling alsjeblieft? Mag ik 35 McNuggets? 35 McNuggets? Wat voor saus wilt u erbij? Zoetzuur. Zoetzuur, hoeveel? 1, 2, 3... 12. 12 zoetzuur. Verder nog iets? Een milkshake, chocola. Klein, medium of groot? Ik ben heel benieuwd wat jij van dit idee vond. Laat even weten hier beneden in de comments. Wat ga jij nu doen? Ik ga nog een keer door de drive. Ga je nog een keer? Nog een keer. Hoezo dan? Een vriendin van me die wacht op me en zij heeft ook honger. Natuurlijk, ja. Vergeet je niet te abonneren en zien we je de volgende keer weer.
Doei. Doei doeg.